Dit jaar heb ik twee boeken gelezen die mij enorm hebben geraakt, omdat ze bevestigen wat ik al 10 jaar verijver en die ook het fundament zullen zijn voor de volgende 10 jaar. Het is een legitimatie voor mijn missie. En het gaat over het belang van persoonlijke ontwikkeling voor ons allemaal, voor professionals en voor een maatschappij die in volle ontwikkeling is. Persoonlijke ontwikkeling is niet voor de happy few. Niet voor mensen die als hobby met zichzelf bezig zijn of voor coaches die problemen helpen oplossen. Persoonlijke ontwikkeling is veel centraler dan de meeste mensen denken om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen. En het eerste boek is van Keegan en LaHaye. En die bewijzen dat via onderzoek dat de ontwikkelingsniveau van leidinggevenden positief correleert met bedrijfsresultaten. Dus een leidinggevende die doorgroeit, een CEO, een directeur die doorgroeit, om in een grondhouding te gaan staan van ontwikkelingsgericht bezig zijn. Deliberately developmental organizations, die ontwikkelingsgericht stap voor stap voortgang boeken, die kunnen dialogiseren met andere meningen, die durven experimenteren, die durven mislukken, die ruimte geven aan andere mensen. Die leidinggevenden kunnen met complexe realiteiten omgaan. En correleert positief met bedrijfsresultaten. Via onderzoek bewezen dat persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden een essentieel onderdeel is in succes. En een tweede boek is een historische studie van Anderson en Björkman. Het gaat om over het succes van de Scandinavische landen in de voorbije 2 eeuwen om een mooie samenleving op te bouwen. En zij tonen aan dat Bildung, en Bildung is het Duitse woord voor persoonsvorming, die gericht is om een goed mens te worden, moreel goed mens, die ook het goede doet. Niet persoonlijke ontwikkeling voor je eigen wellness, maar Bildung is persoonsvorming om het goede te doen, om het goed mens te zijn. En die Bildung, daar hebben ze in die Scandinavische landen heel expliciet bewust in geïnvesteerd om boeren en arbeiders op te leiden deel te zijn van een democratische samenleving. Dit is een historische studie en een bewijsvoering dat Bildung ook een maatschappelijk belang heeft. Investeer in de ontwikkeling van burgers. Dus mijn missie is om die persoonlijke ontwikkeling op de agenda te zetten in de eerste plaats van professionals. Want die professionals, als zij voor zichzelf om te beginnen de persoonlijke ontwikkeling integreren en vervolgens ook bij hun cliënten, patiënten, studenten, medewerkers, burgers, als die professionals hun cliënten ook gaan inspireren met persoonsvorming, met reflecteren, nadenken, een grondhouding om in het leven te staan. Als die professionals hun rol oppakken, dan zullen zij een enorm belangrijke bijdrage leveren in maatschappelijke ontwikkeling. En zullen de vele spanningen die er nu zijn ook gedragen kunnen worden door mensen die bekwaam zijn om met zichzelf bezig te zijn, om te dialogiseren en complexiteit en onzekerheid aan te kunnen. Die twee boeken, die legitimeren eigenlijk wat ik al 10 jaar zo voor ijver, belang van persoonlijke ontwikkeling voor professionals en voor maatschappij. En dat ga ik nog sterker op doorpakken in de volgende 10 jaar.